De wijziging van de personeelswet is gisteren in de Nationale Assemblée met 26 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. ABO-parlementariër Obed Kanapé haalde aan dat Suriname vele regeringen heeft gekend die gesproken hebben over de hervorming van het ambtenarenapparaat. De personeelswet zoals we die vandaag de dag kennen werkt niet, meent Kanapé. Er moet ergens een beginpunt zijn om mensen in de gelegenheid te stellen te kunnen functioneren en te presteren in de ambtenarij. Volgens Assis Kumar Gayadin van de VHP wordt met deze wetswijziging beoogd dat zij die werken loon ontvangen. Want nu wat we hebben is dat elke ambtenaar, no matter what, zolang je relatie boekt naar een EDPC, je qua kantoren vinden, je qua kantoren, je kon laten wanneer je kon laten inwanen. Meneer de voorzitter, ik roep uw parlement op om voor deze wetswijzigingen te stemmen, zodat wij een aanvang kunnen maken. Wist later ook eens om in rechtszaken tegen staat, maar laten we aanvangen om te reguleren. Zij die eerder uit dienst willen treden, dat ze in staat zijn conform een staatsbesluit uit dienst te treden, voor uit te treden. Voorzitter, belangrijk is dat wij gezamenlijk trachten met deze wet om ordening te brengen binnen onze ambtenarenapparaat. De BEP en NDP-fractie hebben tegen de wijziging van de personeelswet gestemd. Voor NDP-parlementariër Rabinder Permeser en BEP-parlementariër Ronnie Asabina is deze wet gelegenheidswetgeving. Eén en al chaos. De wetten die wij in het land hebben, fatsoenlijke wetten van tientallen jaren, de personeelswet en andere, worden terzijde geschoven. De pensioenwet. En ik kan zo doorgaan. Dus ik roep iedereen op, met alles wat je hebt, om tegen deze gangsterwetgeving te stemmen, voorzitter. De huidige personeelswet, voorzitter, ja, waarborg hier voldoende borgen, voorzitter, om verantwoord personeelsbeleid, personeelsmanagement, voorzitter, te implementeren. Ja, we hebben zelf gezien, voorzitter, dat op basale, elementaire vragen de regering botweg weigert, voorzitter, om antwoord te geven. Nogmaals, als BEP-fractie kunnen wij op geen enkele voorwaarde, voorzitter, meewerken aan iets dat we in feite zouden kunnen kwalificeren als onding. Maar misschien gaat het u hamer niet passeren, dus we nemen het woord onding terug, voorzitter. Maar, voorzitter, awet jano uroko. Met deze gewijzigde personeelswet wil minister Brontë Sommaartje van Binnenlandse Zaken schoon schip houden binnen het ambtenarenbestand.